Venetië kan de meest onwerkelijke stad ter wereld lijken. Vaak wordt ze ook de mooiste genoemd. Ze is zeker een van de meest boeiende, onwaarschijnlijke en originele scheppingen van de mens. Op amper honderden meters verwijderd van de luchthaven is er de mogelijkheid om een rechtstreekse watertaxi te nemen naar Venetië stad. Venetië is de enige stad ter wereld die helemaal op water is gebouwd. Het is gebouwd op 100 drassige eilandjes die verbonden zijn door 400 bruggen en 177 kanalen en het beslaat amper 8 vierkante kilometer. De Venetiaanse Lagune is een watervlakte die bestaat uit 34 eilanden, sommige beroemd en andere vergeten. In een 45 minuten durende boottocht door de lagune op weg naar Venetië varen we door en langs eilanden als Murano en Lido en krijgen zo al een eerste indruk van de schoonheid die ons in de komende dagen te wachten staat. Bij het naderen van de aanlegstijgers komen we al onder de indruk van de prachtige façade aan de waterzijde van het Dogenpaleis en van de twee hoge granieten zuilen die boven de Piazzetta uittorenen. De Riva degli Schiavoni is een van de mooiste promenades van Venetië. Dit was vroeger de aanlegplaats van grote schepen. Nu is het langs de kade een aanlegplaats voor gondels en luxeboten. Castello is genoemd naar het kasteel dat hier ooit stond. Het is een afwisselende wijk. Langs de kade kijkt men uit over de belangrijkste eilanden van de lagune. Maar het leukste van de wijk zijn de volksbuurten. In Castello ligt ook het Arsenale, ooit een uitzonderlijke efficiënte productielijn voor schepen, die van Venetië een echte zeemacht maakte. Wandelend doorheen het mooie stadspark komen we even verder aan het San Marcoplein. Langsheen het Café Quadri, gekend om zijn groot terras, kuieren we verder richting Café Florian, dat de sfeer ademt van voorbije tijden. Café Florian is de prins onder de koffiehuizen en dateert van het jaar 1720. En het is al dus het oudste en nog bestaande café in Italië. Ooit was het hier een soort literaire salon, alwaar Dickens, Wagner en Verdi vaste bezoekers waren. Er is nauwelijks een gebouw in West-Europa voor te stellen dat mooier en rijker versierd is dan deze basiliek. Deze prachtige heterogene kerk diende bijna 1000 jaar als tombe van de evangelist Marcus. Deze basiliek is een imposant bouwwerk met een mix van verschillende stijlen. Hier is nogmaals te zien dat deze stad een van de rijkste en dichtste concentraties van kunst heeft waar dan ook. Zoals we kunnen zien, maakt niet alleen het water Venetië zo fascinerend, er is ook de fantastische variatie aan architectuur. De vier bronzen paarden zijn een replica van deze die binnen in de basiliek staan, afkomstig van Constantinopel. De 500 pilaren binnen zijn allemaal verschillend van elkaar. Op het Piazza San Marco, dat ooit door Napoleon als het mooiste salon van Europa werd genoemd,
bevinden zich niet alleen de beroemde basiliek, de klokkentoren, het Dogenpaleis, de Campanile en de beste cafés van de stad, maar hier bevinden zich ook vooral de vele duiven. Deze klokkentoren uit de Renaissance stamt uit de 15e eeuw. De blauwe, met goud geëmailleerde klok geeft ook de maanstand en de tekens van de dierenriem aan. Deze twee enorme granieten zuilen die boven het Piazzetta uittorenen, vormen een deel van de buit meegebracht na de verovering van Constantinopel. De eerste toren werd in het jaar 1173 voltooid en diende als vuurtoren, totdat op 14 juli 1902 de fundamenten het begaven en het bouwwerk instortte. Vanaf de top van de Campanile, hoog boven de piazza, kan men genieten van een fantastisch uitzicht over de stad en de lagune. Palazzo Ducal, of het Dogenpaleis, begon in de 9e eeuw als een versterkt kasteel dat door een brand werd verwoest. Het huidige Dogenpaleis stamt uit de 14e eeuw. Het grootste deel van het paleis is gemaakt van roze marmer uit Verona, geplaatst op kantachtige arcaden van Istrisch steen. De twee 16e eeuwse bronzen waterputten op de binnenplaats zijn de mooiste van Venetië. Het paleis bestaat uit drie vleugels rond een binnenplein. Het is een voorbeeld van Italiaanse gotiek. Sinds het begin van de Republiek zetelden hier de overheid, rechterlijke macht en de dogen. Dit is de brievenbus waarin men anoniem anderen kon aanklagen. Het interieur van het paleis is versierd met bladgoud, beelden, stukwerk en schilderijen. De grote historische muur- en plafondschilderingen bedrukken de macht van de hoogwaardigheid bekleders. Langs een binnenkoer en smalle gangen en trappen leidde men de veroordeelde criminelen vanuit het paleis naar de vochtige cellen. De criminelen moesten eerst over een brug die het Dogenpaleis met de gevangenis verbond en lieten een diepe zucht wanneer ze voor de laatste keer via de raampjes de lagune en het daglicht zagen. Daardoor noemt men deze brug de Brug der Zuchten. Genietend van al het mooie wandelen we richting Rialtobrug. De beroemdste brug, gelegen in het oude hart van Venetië, overspant het Canal Grande met een sierlijke enkele marmeren boog en is gebouwd in het jaar 1588. De brug overtrof zichzelf met een lichte zwevende constructie met winkeltjes in de afgesloten bogen.
Vanaf de brug zijn er vele paleizen en pakhuizen te zien die de grote bocht in het Canal Grande omzogen. Palazzo Manin-Dolfin is tussen 1538 en 1540 gebouwd, maar alleen de klassieke stenen gevel staat nog overeind. Palazzo Bembo is een 15e eeuws gotisch paleis. Palazzo Grimani is een mooi, iets wat streng uitziend Renaissance paleis. Er kan geen mooiere stedelijke vaarroute zijn dan het Canal Grande. De brede waterslagader die een hypnotiserende en kronkelende lus door het oude hart van Venetië vormt. Deze stad draait en kronkelt om zichzelf, net zo ingewikkeld als de 1500-jarige historie. Met een watertaxi langs al zijn paleizen pendelen een onvergetelijke auditie van beelden en geluiden. Een verrassende indruk van het Venetiaanse dagelijkse leven op het water. Het Canal Grande is zo'n 3,5 kilometer lang en varieert in breedte van 30 tot 70 meter en is bijna steeds 5,20 meter diep. Langs dit kanaal zijn de mooiste huizen van Venetië gebouwd. Rond vastenavond vangt jaarlijks een 10-daagse carnaval aan op het San Marcoplein in aanwezigheid van duizenden verklede mensen. Dit kleurrijk festival, vol gemaskerde bals, pantomime en muziek, is een van de bekendste en grootste carnavals van Europa. Venetië wordt dan wakker in een orgie van kleuren, maskers en kostuums. We verlaten Venetië met zijn verbazingwekkende schoonheid en varen door de lagune naar het buureiland Murano. Amper 10 minuten varen we naar deze zelfstandige gemeenschap met een eigen Canal Grande, mooie kerken en ambachtelijke glasblazerijen. Venetiaans glas wordt op ambachtelijke wijze geblazen. Het wordt meermaals verhit, uitgetrokken en geblazen tot langzaam maar zeker het eindresultaat wordt bereikt. Het werk is zwaar, vergt veel concentratie en het is heet. We kunnen er zien hoe de glasblazer met een ijzeren staaf een klodder gesmolten glas uit de oven haalt en deze omtovert in een vaas of een paard. Thank you.
Sinds het jaar 1291 is dit eiland het centrum van de glasindustrie. Deze industrie werd toen van Venetië naar hier verplaatst omdat er te veel branden werden veroorzaakt. We zetten onze verkenningstocht verder naar het volgende eiland, Burano. Burano is het kleurrijkste lagune-eiland en is van ver te herkennen aan de zwaar hellende toren van de kerk. Dit eiland is al eeuwenlang befaamd als bron van de meest verfijnde kant in Europa. Burano is uniek en heeft een heel andere sfeer dan Venetië. Dit komt voornamelijk door de ongelooflijke schilderachtigheid van het eiland. Langs de fundamenten worden de huizen in alle kleuren van de regenboog geschilderd, waardoor vissers al van ver hun eigen huis herkennen. In Burano wonen ongeveer 4000 mensen. Bij een bezoek aan het volgende eiland, Torcello, loopt een pad vanaf de Vaporetto langs het kanaal di Torcello tot het hoofdplein. Rond dit plein staan alle bezienswaardigheden, waaronder een primitieve stenen zetel die door de bisschop werd gebruikt. De basiliek dateert uit het jaar 638 en is het oudste gebouw van Venetië. Nadat in de 15e eeuw er malaria heerste, vluchtte de bevolking naar Venetië zelf. Na dit eilandbezoek varen we met de Vaporetto terug richting Venetië. Terug in Venetië bezichtigen we het standbeeld van de eerste koning van het Verenigde Italië. Venetië is een unieke stad, gebouwd op water en doorsneden met kanalen. Gondels zijn reeds 600 jaar een traditie en door een decreet dat bepaald werd in het jaar 1562 zijn ze altijd zwart. Dit als een soort eerbetoon aan de doden van een pestepidemie. In Venetië zijn er ongeveer 470 gondeliers. Gondelier ben je pas na 3 jaar opleiding. Gondels zijn merkwaardig identiek. Alle gondels zijn 10 meter en 87 centimeter lang en 1 meter 42 breed. En hebben één kant die 24 centimeter langer is dan de andere. Dit om het gewicht van de gondelier te compenseren. Aan de asymmetrie hebben de gondels hun ranke schuine aanblik te danken. Een gondel weegt ongeveer 700 kilo
is gemaakt uit 280 componenten en 8 verschillende houtsoorten. Ze hebben slechts 3 versieringen langs de buitenkant, een gekrulde achtersteven, een paar zeepaardjes en een bekende gevorkte boeg. Na deze romantische gondeltocht zit ons 5-daags verblijf erop in Venetië en keren we met een rechtstreekse watertaxi richting luchthaven. Venetië is een plaats van zeldzame schoonheid, beladen met mythe en mysterie, die vele kunstenaars, dichters en cineasten door de eeuwen heeft geïnspireerd. Water, stenen en kunst vormen de oogverblindende achtergrond voor een levenswijze die zijn weerga niet kent. Ook vandaag de dag oefent de stad nog een mysterieuze betovering uit over elke bezoeker.